In 2012 kwam ik in Arnhem wonen. Wat mij meteen opviel aan de stad was haar sterke sociale cohesie. Dat komt misschien omdat Arnhem de koploper in Gelderland en nummer 4 van Nederland is als het gaat om armoede. Ik ga in deze serie onderzoeken welke hulp er allemaal in Arnhem mogelijk is als je er even niet meer uitkomt met je financiën. In deze aflevering ontdek ik welke problemen mensen kunnen hebben met hun woongenot. Wat zijn uw grootste lasten per maand? Dat is de hypotheek. Hoeveel procent denk je dat je van je inkomen besteedt aan je woonlasten? Dat is wel veel. Ik denk 60. 60% woonlasten. Een van de vele tweedehands winkels voor meubels in Arnhem is To Switch aan de Westervoortse Dijk. Deze winkel maakt deel uit van een keten die inmiddels 12 winkels heeft. Ze bestaat dit jaar 20 jaar en ontvangt honderden bezoekers per dag. Daarvan ben ik er vandaag één. Maar vandaag ben ik hier niet om iets te kopen. Ik heb een afspraak met Huub Kwekkeboom en die gaat me alles vertellen over To Switch. Hallo Huub, fijn dat je me wil ontvangen. Ja, graag. Goed, kun je een beetje vertellen wat To Switch is? Ja, To Switch is een maatschappelijke onderneming die ook zich helemaal richt in de schakel tussen product-materiaalhergebruik, maar ook vooral op de ontwikkeling van mensen. En wat bedoel je met de ontwikkeling van mensen? Want ik sta in een tweedehands winkel. Je staat nu in de tweedehands winkel, maar hier werken 15% van alle mensen die hier werken zijn regulier. En alle andere mensen die zitten hier tijdelijk, die werken hier tijdelijk om werkervaring op te doen. Oké, en het feit dat jullie tweedehands spullen verkopen is dus eigenlijk niet het doel, maar een middel? Het is een middel om mensen te ontwikkelen. Mensen een stap te laten zetten op de, richting de reguliere arbeidsmarkt. Kun je mij uitleggen wat jullie hier allemaal verkopen? Ja, ik zou zeggen loop mee en dan laten we de winkel even zien. Want dit gedeelte ken ik, hè? Hier kom ik zelf ook heel vaak. Ja, dit is natuurlijk heel veel huisraad dat we hier verkopen. En textiel. Ja. Dus alles wat je in huis gebruikt, kom je hier echt tegen. En het wordt elke week aangevuld, dus elke week heb je een ander assortiment waar je uit kunt kiezen. Oké. En dan gaan we hier naar de meubelafdeling. Ja. Hier hebben we dus een enorm aanbod aan meubels, van eethoeken tot zithoeken tot kasten. Dus ook alles wat je weer in je woonkamer tegenkomt kun je ook hier vinden. En hoe komen jullie nou aan deze meubels? Die worden gebracht of wij halen ze ook op. Heel veel mensen die deze goederen over hebben, die bellen ons, die maken een afspraak. We kunnen het aan huis ophalen. Maar anderen die brengen het zelf naar ons. En op het moment dat het nog herbruikbaar is, dan plaatsen we het ook in de winkel en bieden we het weer aan. En wat is voor jullie de definitie van herbruikbaar? Waar kijken jullie naar? Bij herbruikbaar kijken we vooral naar de functionaliteit. Mm-hmm. Dus als iets heel is en gewoon gebruikt te gebruiken is als een tafel, zoals dit, dan is het prima, dat is het herbruikbaar. Ja. Maar op het moment dat er iets aan, als een bekleding van een bank echt stuk is en die zou gerepareerd moeten worden, we gaan niet stofferen. Okay. Want dat is veel te arbeidsintensief werk en ja, dat doen we niet zelf. Maken jullie ook zaken schoon? Ja, we maken achter, als het binnenkomt, kijken we het na, maken we het schoon en dan pas plaatsen we het in de winkel. Okay. Zijn de gemiddelde prijzen die jullie hier hanteren? Hè? Dus stel, ik heb een beperkt budget. Wat zou ik kwijt zijn? Stel, ik moet een nieuwe inboedel hebben. Kan ik voor €100 hier wat halen of €200? Of... Producten kun je natuurlijk al makkelijk vanaf, zoals we hier zien, vanaf €50 halen. Maar als je een complete inrichting zoekt, de eettafel met stoelen, banken, kasten, dan heb je voor €750 bij, kom je een heel eind. Nou, dat is best te doen, toch? Voor dat de meeste is prima mensen. Te doen. Ja. Jullie hebben behalve meubels, hebben jullie ook nog andere dingen? Ja, loop maar even mee. Dan laten we de andere goederen zien. Hier hebben we alles op het gebied van wasmachines, koelkasten.
Maar ook kleine huishoudelijke apparaten, zoals deze, saptents, diffusjes, weegschalen. En hoe werkt dat als dit binnen wordt gebracht? Deze worden hier gecontroleerd of ze veilig zijn en goed werken. Ja. Het gaat dan om kleine keukenapparatuur. En bij de grotere apparaten, die laten we door een externe partij nakijken. Okay. En daar geven we ook 6 maanden garantie aan huis op. 6 maanden? 6 maanden garantie aan huis. Dus dan koop ik iets tweedehands en dan krijg ik toch nog garantie? Ja, maar dat zijn dan wel apparatuur zoals wasmachines of grote koelkasten. En die worden ook beschikbaar gesteld voor mensen die het niet kunnen betalen nieuw via een gemeente. Ja. En dan willen we ook de garantie dat die producten goed en veilig zijn en ook met garantie bij mensen thuis geplaatst worden. Ja, dat begrijp ik. Maar je zegt van de gemeente, ze krijgen een bon om hier dan spullen uit te zoeken? Dat is een beschikking die de gemeente afgeeft aan iemand die zelf de middelen niet heeft om het nieuw aan te schaffen. En vroeger werd alles wel nieuw verstrekt, ja. Maar de gemeente wil ook duurzame producten verstrekken. Alleen daar stellen we wel voorwaarden aan, dus we willen ook dat het veilige, duurzame producten zijn. Vandaar dat we de samenwerking zijn aangegaan met een witgoedreparatiebedrijf die garantie geeft, 6 maanden aan huis en ook keurig verzorgd. Dus eigenlijk mag ik concluderen dat wat hier staat gewoon goed spul is, wat nog lang meegaat. Jullie leggen de lat dus best wel hoog. Het is niet zo dat alles wat binnenkomt hier wordt neergezet. Nee, want we stimuleren daarna om een duurzaam product weer in de markt te zetten. Ja. En dat geldt hetzelfde als met oude koelkasten. Als je een hele oude koelkast zou verkopen, ja, dat is A, niet energiezuinig. Nee. Dat zou je al niet willen. En het tweede is dat daar ook veel eerst wat aan gerepareerd zou moeten worden. Nieuwe rubbers of dergelijke. En dat staat niet meer in verhouding tot de leeftijd van de koelkast. En onderdelen zijn ook niet meer verkrijgbaar. Maar je hebt nu gezien wat er allemaal binnenkomt, wat hier overal staat. Maar misschien is het interessant om eens te kijken waar het allemaal binnenkomt en in welke hoeveelheid. Dat kan ik je laten zien in het magazijn. Nou, hier komen we dus in het magazijn waar alle spullen binnenkomen. Dat is een stuk groter dan de winkel. Dit is bijna dezelfde oppervlakte als de winkel. En hier komen dus 2 vrachtwagens per dag binnen met spullen. 2 vrachtwagens per dag met spullen die mensen niet meer gebruiken? Ja, die opgehaald worden op route. Dus op afspraak die we maken. Ja. Maar hier kunnen mensen ook zelf spullen brengen. En dat komt dan hier binnen, op deze tafel wordt het gebracht. Ja. En hier wordt meteen een eerste selectie gemaakt in de stroom die gebracht wordt. Wat bedoel je met de eerste? De selectie die wordt gemaakt heeft te maken met dat glas aardewerk hier al gesplitst wordt. Op soort. Ja. En dat ook apparaten worden al apart gezet. Dus alle koffiezetapparaten die we net zagen, of een sapcentrifuge, wordt hier apart gezet. Die gaat naar de reparatieafdeling om te testen. Kijk, hier zie je aardewerk. Ja. Dit wordt gewoon. Dit is als aardewerk wordt het afgevoerd. Er zitten misschien nog een paar borden bij, die zou je denken zijn misschien best wel goed. Maar de hoeveelheid is zoveel, of dingen zijn incompleet, of toch een klein hoekje af, dan gaan ze bij ons weg. Oké, dus jullie zijn weer, wordt je lat heel hoog gelegd? De lat wordt hoog gelegd omdat het aanbod gigantisch is. Dat geldt ook met glaswerk. Als we glazen hebben, het heeft geen zin om 800 bierglazen neer te zetten. Nee. Dus we gaan daar een selectie in maken, zodat je ook een heel gevarieerd aanbod in de winkel kunt neerzetten. Ik zie hier in de stelling ontzettend veel stoelen staan. Ja. Hoeveel stoelen krijg je wel binnen per week? Per week denk ik zeker 50, 60 stoelen, minimaal. En ook hier wordt een selectie gemaakt in setjes die je meteen bij een eethoek zou kunnen plaatsen. Setjes van 4 of van 2. Maar hier zijn ook soms enkele stoelen bij die op zich misschien nog prima zijn. Maar waar de vraag van is of er überhaupt ooit iemand voor komt. En als dat blijkt dat het smaak of de stijl niet meer van deze en als het tijd is. Daar niemand meer voor komt, dan gaat hij helaas ook weg. Hoeveel afval produceren jullie dan per week? Per week, dat is een beetje een lastige inschatting te maken, maar per maand gaan er toch zeker 2 van die grote containers, 40 kubus, weg met afval. Ik word getipt om op bezoek te gaan bij het huurdershuis. Deze stichting bestaat al sinds 1985. Per week krijgen ze tussen de 30 en 40 hulpaanvragen van Arnhemse bewoners binnen. Ze houden 2 keer per week spreekuur in Klarendal, maar ook in Malburgen. Ik heb afgesproken met Francis Bevers, een van de bewonersadviseurs.
Hi. Hi, ik ben Marel. Ik ben Francis, kom Hi. Binnen. Nou, een mooie eigen ruimte hebben jullie hier. Ja, leuk hè, in het Bruishuis. Ja. Klein maar fijn. Maar, ja, ik ben er vaker geweest. Oh. Zitten hier meer instanties hè, die mensen helpen. Zeker, zeker. En kun je uitleggen wat jullie precies doen? Wij helpen huurders en woningzoekenden als zij problemen hebben met bijvoorbeeld gebreken in de woning of klachten in de woning, bijvoorbeeld vocht- en schimmelklachten. Of als ze denken van, goh, ik betaal wel veel te veel huur, klopt dat wel? Dan komen wij kijken, kunnen we kijken van, goh, u betaalt inderdaad te veel huur of u betaalt prima huur, dat kan natuurlijk ook. Mm-hmm. We helpen woningzoekenden met het reageren op woningen. We kijken of ze misschien in aanmerking komen voor urgentie. Heel veel. Heel divers dus eigenlijk. Ja. En wat kost jullie hulp? Niets. Wij zijn gratis. Okay. Voor alle huurders in Arnhem leveren wij gratis dienstverlening. Dus voor alle vragen op het gebied van wonen kunnen huurders bij ons terecht. Of je nou huurder bent van een particuliere verhuurder of van Volkshuisvesting of Vivare of Portaal. Dat maakt niet uit. Wij zijn er voor alle huurders hier in Arnhem. En helpen jullie ook mensen die boven de liberalisatiegrens zitten? Ja, die helpen wij ook. Maar dat is wel lastiger. Die moeten wij sneller doorverwijzen naar het juridisch loket of naar een advocaat. Want die mensen, daarvan, die bewoners, daar wordt van wordt gedacht dat zij het kunnen betalen. Omdat zij een hogere huur hebben. Dat is natuurlijk niet altijd zo. Mm-hmm. En daarom proberen wij ook hun te helpen. Maar het is wel lastiger, want ja, zij kunnen dus niet, bijvoorbeeld niet naar de huurcommissie, omdat zij een te hoge huurprijs hebben. Want de huurcommissie is alleen maar voor mensen die onder de liberalisatiegrens huren. Ja, op dit moment wel. De Woonbond, de Nederlandse Woonbond, is wel heel erg actief om te kijken of die grens opgetrokken kan worden naar 1000 euro. Ja. Zodat ook die mensen in aanmerking komen voor een gang naar de huurcommissie en geen dure advocaten hoeven in te schakelen. Maar dat is helaas nog niet zover. Okay. Wat is het grootste probleem dat jullie tegenkomen? Vocht- en schimmelklachten. In woningen zelf? In woningen zelf of in de bergingen van woningen of onder de woningen, hè, als de vloerisolatie niet goed werkt. Dus dan worden wij ingeroepen. En wat we dan doen is we meestal toch met de verhuurder gaan praten, dus verhuurder en bewoner erbij. Dan gaan we bemiddelen om te kijken, of dan vragen we van, goh, verhuurder, komen jullie ook kijken? Wat vinden jullie er nu van? En zo hebben we een woning in Sint Maarten, daar zijn we heel lang mee bezig geweest. Allerlei onderzoeken, maar uiteindelijk kwam er toch uit het technisch onderzoek dat het een technisch probleem was. Heel vaak wordt bij vocht- en schimmelklachten gezegd van, goh, bewoner, je moet ventileren, je moet het droog houden, mm-hmm. je moet voldoende stoken. Allemaal waar, hè? Want dat moet inderdaad ook gebeuren. Maar in dit geval was het echt een technisch probleem. Okay, en dat is verholpen nu? Uiteraard, dat is verholpen. Dat hebben we op die manier samen op kunnen lossen. En dat zou het fijnste zijn, hè, dat we in gesprek gaan met de verhuurder en dat we het op die manier samen op kunnen lossen. En je zegt, hè, die mensen, daar zijn jullie lang mee bezig geweest. Wat voor effect heeft dat dan op mensen? Want ze zitten in een sociale huurwoning. Misschien niet voldoende inkomen om een advocaat in te huren. Wat zie je dan dat er bij die mensen gebeurt op het moment dat er problemen zijn in die woningen? Dat ze helemaal vol zitten en dat ze al zo vaak geprobeerd hebben om met hun huisbaas of met hun verhuurder in contact te komen. En dat het maar niet lukt. En van wat moeten we nou doen? Mm-hmm. En dan proberen wij te helpen door nog een keer te bemiddelen met de verhuurder of met de huisbaas. En als dat niet lukt, dan helpen we ze met de weg naar de huurcommissie. Maar, om een procedure te starten. Om daar een procedure te starten. Het is alleen zo dat de huurcommissie alleen een huurverlaging uit kan spreken. Maar die mensen willen eigenlijk liever geen huurverlaging. Die willen gewoon dat er onderhoud gepleegd wordt aan hun woning. Dat zij daar lekker en fijn kunnen wonen. Ja, ja. En is het ook zo als je een woning inkomt en stel je blijkt te veel huur te betalen. Is daar een termijn voor dat je daar protest tegen kan maken? Ja, als je een nieuwe woning betrekt, dan heb je een half jaar de tijd om die huurprijs te laten toetsen bij de huurcommissie. En dan maakt het niet uit of het een huurprijs is van 1000 euro. Stel dat de huur is 1000 euro, dan kun je toch naar de huurcommissie om die huurprijs te laten checken in het eerste half jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst.
Maar er zijn nog meer mogelijkheden die heel veel mensen niet weten. Van als je het puntenaantal van jouw woning zegt van... Goh, de maximale huur is €400 en jij betaalt €500... dan kunnen we een andere procedure opstarten bij de huurcommissie... om dan toch die woning, om de huurprijs van die woning te verlagen naar €400. En dat mag dan ook na die 6 maanden? En dat mag ook na die 6 maanden. Dat mag dan ook na die 6 maanden. Maar dan moet het wel een woning zijn die goedkoper is dan €720,42. En dat is op dit moment de zogezegde liberalisatiegrens. Ja. Dus die vrije sectorgrens. Je wilt je huis graag een nieuwe look en feel geven. Dat begint met een goede styling. Mijn allereerste advies daarbij is dat je je huis heel goed opruimt. Doe zoveel mogelijk spullen weg die je niet meer echt nodig hebt. Of ruim ze goed op. Verberg ook bijvoorbeeld de kabels weg, zodat je die niet meer ziet. Daarnaast kun je met een kleine ingreep vaak al een verrassend resultaat halen. Bijvoorbeeld door een mooie pleat over je bank te leggen. Of door een nieuw vloerkleed aan te schaffen. Of door bijvoorbeeld je muur een hele mooie kleurverf te geven. Om een nieuw interieur te krijgen, hoef je niet per se allemaal nieuwe materialen en meubels aan te schaffen. Je kunt ook hergebruik maken van materialen. Bijvoorbeeld een mooie oude kist die op zolder staat. Zet er een paar wieltjes onder en je krijgt een hele leuke bijzettafel. Minder spullen kopen, dat ligt voor de hand, zul je denken. Toch kun je er ook eens aan denken om een apparaat wat kapot is gegaan naar een repaircafé te brengen. In de meeste steden en dorpen is dat tegenwoordig te vinden. Ook word je vaak verleid door bijvoorbeeld reclamebrochures of advertenties op internet om allerlei spullen te kopen. Toch veelal prularia. Dus denk heel goed na voordat je de stad in gaat, heb ik het wel echt nodig? Do it yourself. Je kunt zelf vaak veel meer dan je denkt. Ook op internet, maar ook met een boek uit de bibliotheek, kun je vaak de meest leuke woonaccessoires zelf maken. Denk er bijvoorbeeld aan om je tafel opnieuw te verven. Of bijvoorbeeld een plantenhanger te maken van macramé. Je hebt wel een aantal goede basisgereedschappen nodig, maar toch, met heel weinig middelen en wat geduld kun je heel veel bereiken. Kleine verbouwingen aan je huis, die kun je zelf doen. Daarbij moet je natuurlijk wel heel goed oriënteren op wat de mogelijkheden zijn. Er zijn heel veel filmpjes tegenwoordig te vinden op YouTube of internet, waarbij instructies worden gegeven. Maar ook kun je bijvoorbeeld naar een bouwmarkt gaan. Er liggen vaak ook folders met allerlei praktische tips. Ook op een website van een bouwmarkt vind je vaak hele handige instructiefilmpjes. Je kunt vrij eenvoudig op je vaste woonlasten besparen. Bijvoorbeeld door je energiekosten omlaag te brengen. Zo kun je bijvoorbeeld de verwarming een graadje lager zetten. Dat scheelt al gauw €90 per jaar. Ook kun je eraan denken om de verwarming een uur voor het slapen gaan uit te zetten. Dat scheelt ongeveer €20 per jaar. Ook kun je bijvoorbeeld radiatorfolie achter je verwarming plakken. Dat scheelt ook alweer €2 per vierkante meter per jaar. Je kunt ook vrij eenvoudig besparen op je waterkosten. Wist je dat we ongeveer 120 liter water per persoon per dag gebruiken? Het meest eenvoudige is wel om je douchetijd te verkorten naar 5 minuten. Wat tegenwoordig ook weer helemaal terug is van weg geweest, is de regenton. Vang je regenwater op, is kalkvrij, dus uitstekend geschikt om bijvoorbeeld je auto mee te wassen, maar ook om je planten water mee te geven. Een van de personen die geholpen is door het huurdershuis is de goedlachse Priscilla van Luik. Ze is 25 jaar en woont op kamers. Ze wil graag met me praten, maar niet bij haar thuis, want de situatie met haar huisbaas is helemaal uit de hand gelopen. Ik vraag haar wat hier de aanleiding van is. Ja, ik kreeg van haar een brief en daarin stond dat zij €85 bovenop de huur wou krijgen. En na lang doorzoeken kwamen we erachter dat het te maken had met de servicekostenverhoging. Ja. En ja, je mag daar inderdaad een verhoging voor vragen, maar dan moet je je servicekostenpapieren laten zien. En dat wilden ze allemaal niet laten zien. En toen ben ik bij het huurdershuis terechtgekomen en die gaven me als tip van als je daar niet mee akkoord gaat, mag je haar gewoon een nette brief sturen. En dan verder hoef je niks te doen. Als zij dat echt wil, dan zal ze zelf stappen moeten gaan ondernemen. Oké, want hoeveel servicekosten betaal je nu? Ik betaalde nu rond de €130 en dan heb ik voor gas, water, licht, elektriciteit. Dus een all-in prijs. Oké, en daar wil ze dan nog eens €85 bovenop? Ja. Dat is een behoorlijke verhoging inderdaad. Ja, best veel. Ja, en wanneer was het dat je die brief van haar kreeg? Die heb ik begin februari gekregen. En wat dacht je toen?
ja, ik was net werkloos geraakt, dus ik dacht, oh nee, nu nog meer kosten. En ja, ik hoorde heel lang niks van haar en dan hoor je eindelijk eens iets en dan is het gelijk, ja, zo'n domper, zeg maar, zo'n brief met verhoging erbij. Ja, en nu, hoe is de situatie nu? Ja, ik moest uiteindelijk 1 augustus mijn kamer uit en nu heb ik vorige week een brief gekregen dat ik pas 1 november mijn kamer uit moet, omdat erachter is gekomen dat mijn achternaam verkeerd geschreven was. Op het huurcontract? Nee, op de brieven die zij stuurde. Oké, dus doordat zij een fout heeft gemaakt, mag je langer in de kamer blijven. Ja. En wat is de reden dat zij jou de kamer uit wil hebben dan? Ja, ze is het er niet mee eens dat ik de servicekostenverhoging niet wil betalen. En daarbij heeft ze mij op Facebook gezocht en toen kwam ze erachter dat ik een piercing had, dat ik tatoeages had. Toen vond ze me een aso. En ze noemde me een leugenaar omdat ik de huurovereenkomst niet goed heb gelezen, want daar was ik te dom voor. Ik heb wel echt bedreigingen gekregen. Maar dat klinkt echt een beetje buitenproportioneel. Ja. En hoe heb je daarop gereageerd dan? Nou ja, ik heb altijd netjes gebleven. Ik was ook laadrandig naar juridisch loket gegaan. Dat had Frans me ook aangeraden. Omdat hun op juridisch vlak gewoon wat meer hulp kunnen bieden. Hun hebben mij toen een brief gegeven met daarin, je wil mijn perdidatum eruit zetten. Ik ga hier niet mee akkoord. Als je dit wilt, dan zal je echt naar de rechter moeten. Maar kom je wel binnen in mijn kamer zonder mijn toestemming, dan stel ik je wel aansprakelijk voor het vernielen van mijn spullen. En geef ik je ook aan wegens inbraak. Wauw. Maar dat klinkt echt als een huisbaas van hel bijna. Ja. Maar wat doet dat met je dan? Ja, in eerste instantie was ik een beetje lacheriger over. En ik dacht, nou ja, weet je, misschien heeft ze gewoon haar moment niet. Maar op de nu kreeg ik elke maand van die brieven. En ook met als je er nu niet uitgaat, dan komen we je er wel even uithalen en zo. Terwijl ik heb altijd geprobeerd om een net gesprek met haar te voeren. En als ze me dan belde, probeerde ik ook rustig te blijven. Maar dan begon ze elke keer te schreeuwen. En ik ben echt best wel netjes opgevoed door mijn ouders. Mm-hmm. Ik praat altijd netjes met u en ik ben gewoon sociaal. En als dan iemand tegen me begint te schreeuwen, ja, ik heb gewoon de telefoon erop gegooid. En ik dacht, ga niet met jou praten als je het niet op een normale manier kunnen praten. Want ik wil heus wel een verhoging betalen of een servicekostenverhoging betalen, maar zij zal zich wel aan de regels moeten houden. Ja. Jeetje, en hoe woon je daar nu dan? Ja, nu durf ik er eigenlijk niet meer te slapen. Dus duik ik een beetje onder bij mijn vriend, omdat ik me daar gewoon niet meer veilig voel. Ik voel me daar ook niet meer prettig, omdat ze kan binnenkomen. En ik weet als ze nu binnenkomt dat ze enorm gaat schreeuwen, dat het niet tot reden vatbaar is. En nu, hè, want jij moet dus op zoek naar een andere kamer. Hoe gaat dat? Dat vind ik nog heel lastig. Omdat ik dan momenteel werkloos ben, wil ik eigenlijk gewoon snel mogelijk weer aan het werk. En dan mijn spullen pakken en lekker gaan samenwonen met mijn vriend. En dat we gewoon rust hebben en aan onze toekomst kunnen gaan bouwen. Ja, en hoe gaat het werk zoeken? Ja, dat wil helaas niet zo erg lukken. En hoe komt dat? Ja, ik heb fibromyalgie en chronische vermoeidheid. En ik voor mezelf vind ik het heel lastig om werk te zoeken, want ik ben eigenlijk schilder. Maar het is gewoon te zwaar om daarin te werken. Dus ja, ik zoek wel iets waar ik gewoon mijn ei in kwijt kan. Gewoon een kantoorbaan of gewoon klantcontact kan hebben, maar wel zitten. Dus minder fysiek werk. Maar ik word heel snel afgewezen omdat ze zeggen, ja, je hebt toch fibromyalgie. En we zoeken dan toch liever iemand die niets mankeert. Dus ja. Tijdens mijn rondleiding door To Switch val ik van de ene in de andere verbazing. Er komen zoveel spullen binnen en er wordt zoveel weggegooid. Samen met Huub Kwekkeboom loop ik door het magazijn en hij brengt me naar de ruimte waar de sortering voor de winkel plaatsvindt. Hier wordt ook de prijs van de spullen bepaald. Ik heb net laten zien waar het hier binnenkomt en nu laat ik je zien waar het huisraad ook gesorteerd wordt. Oké. En dat is in deze ruimte. Ja. Waar alles gesorteerd, schoongemaakt en geprijsd wordt. Dan word je ook geprijsd? Ja. Oké, hallo, ik ben Mabel. Hallo. Wat ben je aan het doen? Aan het prijzen. Ja. Aan het schoonmaken. Ook nog? Ook nog, ja. Ja. En alles wat we van de aanname krijgen, die wordt hier neergezet, de kist. Ja. En dan pakken we de kist. Ja. En dan sorteer ik het. Ja. En hoe bepaal je nu de prijs? Ja, dat is dus na de jaren heen is dat wel een beetje ingeprogrammeerd, ja. We moeten ook
We hebben ook Curiosa, dat is iets duurder. Ja. Dat doen we met witte stickertjes. En we hebben elke maand een andere kleur voor de stickers. En dan, ja, en dan... En wacht even, jullie hebben elke maand een andere kleur van de stickers. Ja. Waarom is dat? Ja, dan weten we precies hoe lang het staat in de winkel. En dan, als het te lang staat, dan gaan we het eruit halen. En dan gaat het weer naar de andere winkels toe. Oké, dus spullen die te lang zijn, niet worden verkocht, halen jullie weg. Dus op die manier verversen jullie elke maand eigenlijk de spullen. Ja. Maar goed, dit is een soepkom. Wat voor prijs wordt er aangegeven? Die is vaste prijs, die kost 50 cent. 50 cent voor een soepkom, en dat weet je uit je hoofd? Ja, maar dat is vast, dat hoeven we niet te prijzen. Oh, dat weten ze bij de kassa al? Aan de glazen is een vaste prijs, de bestek is een vaste prijs. Mm-hmm. Kop en schotels is een vaste prijs. Dus je prijst eigenlijk alleen de aparte spullen? Aparte spullen, ja. Ja. En hoe lang doe je dit werk al? Vanaf eind 1999. Dus bijna 20 jaar. Net zo lang als dat de winkel open is. Ja. Wauw. En hoe ben je hier gekomen? Via werk en scholing ben ik hier gekomen. En toen hebben ze na een jaar hebben ze het op een ideeënbaan gezet. Ja. En later hebben ze een vast contract gegeven. Wij krijgen ook heel veel fietsen binnen. En ik laat je nu even zien waar we die fietsen repareren. Dat is hier, in een kleine fietsenwerkplaats. We hebben hier 5 werkplekken. Ja. En op deze werkplekken kunnen we dus de fietsen eenvoudig controleren, in elkaar gaan zetten. We repareren op de meeste, je ziet hier allemaal wielen hangen. Ook heel veel achterin tweedehands onderdelen. Die gebruiken we ook weer om de fietsen op te bouwen. En een deel van die fietsen die gaat hier rechtstreeks de winkel in. Mm-hmm. En we hebben ook fietsen erbij, die zijn nog zo goed. Die kunnen we ook eenvoudig opwaarderen voor fietsen voor Stichting Leergeld. Voor ouders met schoolgaande kinderen die ook fietsen zoeken. Dus de Stichting Leergeld die betrekt ook die fietsen voor een deel bij ons. En ik zie nu hier 3 jongens aan het werk. Zij werken ook echt voor To Switch om werkervaring te doen. Het zijn werkervaringsplaatsen of iemand die als vrijwilliger werkt. Ja. En in Nijmegen hebben we een hele grote werkplaats. En daar werk ik ook met reguliere fietsenmaker. Maar er komen dus 6.000 fietsen per jaar binnen. Okay. Dus dat is echt vele malen meer dan hier. Mm-hmm. En hier is het wat kleinschaliger. Maar... ook handig om het dichtbij te hebben bij je winkel, om een reparatie te hebben. En die werkervaringsplaats, want je vertelde eigenlijk al, To Switch is meer een middel, hè, om mensen aan het werk te krijgen. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, het is heel divers. Mensen kunnen vanuit een school, een stage, praktijk op stage doorbrengen bij ons. Ze kunnen als vrijwilliger natuurlijk bij ons aan de slag. Maar er zijn ook mensen die om wat voor reden ook geen netwerk meer hebben, lange tijd niet gewerkt hebben. Die kunnen dan ook voor het eerst weer in een werkritme komen. Ja. Hebben voor het eerst weer collega's. Je hebt een sociaal netwerk weer. En je kunt weer stapjes zetten en doelen richting werk of opleiding. Ja, dat is eigenlijk heel mooi, hè, dat jullie dit gebruiken, de tweedehands spullen, tweedehands fietsen, huisraad, om mensen weer terug in het arbeidsproces te krijgen. Hoe vind je dat zelf om voor To Switch te werken? Nou, dat is heel leuk om te doen, want je ziet vooral aan mensen als ze de kans weer oppakken om een opleiding te volgen. Of terugkomen en zeggen van ik heb echt een baan, ik werk daar nu. Ja, dat geeft natuurlijk heel veel voldoening, want je hebt vaak mensen ook gezien hoe ze binnenkwamen. En dat ze heel vaak dachten van dat kan ik niet, of dat lukt me niet, of ik ben hier niet geschikt voor. En dat dan toch geleidelijk in het proces bleek van nou, dat kun je best wel. Of zoals iemand zou zeggen, als je het nooit gedaan hebt, dan denk je, misschien denken we wel dat we wel kunnen. Hè? Hoe weet je nou dat je het niet kunt? Helpen waar hulp nodig is. Dat is sinds jaar en dag het doel van de Dulluit Stichting. Zij helpt inwoners van Arnhem en omgeving die geen of weinig financiële armslag hebben. Mensen voor wie aanvullende hulp min of meer noodzakelijk is om mee te kunnen draaien in de samenleving. Denk hierbij aan ouderen die hun kapotte wasmachine of koelkast niet kunnen vervangen. Of aan kinderen die een schoolkamp dreigen mis te lopen. Theo Bos is één van die inwoners uit Arnhem die dit jaar hulp ontving. Hij vertelt mij hoe hij bij deze stichting terecht is gekomen. Dat is via mijn ex-vrouw gebeurd. Oké. Die heeft dat doorgekregen van haar dochter. Ja.
En die heeft toen wat gekregen ervan. En toen ben ik contact gaan nemen met de Dulles Stichting. Mm-hmm. En toen is een mevrouw hier geweest om te kijken van hoe of wat. Ja, want wat had je gevraagd? Een bril. Oké. Is dat de bril die je nu op hebt? Dat is de bril die ik op heb. Mm-hmm. En dat was een bedrag van 500 euro. Ja. Ik heb daar ook, ik kan hem wel laten zien, een zonnebril bij gekregen. Oh, netjes. Ja, en dat kreeg ik van hun vergoed. Mm-hmm. Maar ze wilden graag kijken hoe ik woonde. Ja, dus ze is bij jou thuis geweest? Die mevrouw is bij mij thuis geweest. En toen? Toen heeft ze een rondleiding gevraagd. Ja. En toen heeft ze diverse dingen opgemerkt die volgens haar veel beter konden. En waar ik eigenlijk genoegen mee nam. Ja. Heeft zij gezegd van, dat kan anders. En wat was dat dan, waar jij genoegen mee nam en zij zei, dat kan eigenlijk nou, niet? Ik nam met mijn vloer genoegen. Ik nam met mijn bed genoegen. Mm-hmm. Boven lag dan niks, maar dat moest dan nog komen. Ja. Maar dat geld was er niet. De trap was niet bekleed. Mm-hmm. En dat schreef ze allemaal op. Want hoe kwam het dat je geen vloer, of dat de vloer niet af was? Het geld was op. En ik heb een WO-uitkering. Mm-hmm. En dat is niet zo'n vetpot. Nee, en je zit daarnaast ook nog in de schuldhulpverlening? Ja. Hoe lang zit je daar al in? Een jaar. En hoe gaat dat? Prima. Ja? Ja. Kun je goed van rondkomen? Nou, nee. Goed van rondkomen is een beetje te veel gezegd. Mm-hmm. Je kunt het redden, maar het is moeizaam. Want hoeveel heb je per week, als ik vragen mag? Ik heb leefgeld 5 tientjes. Maar ik krijg een tientje extra omdat ik de auto mag houden. Omdat ik met mijn rug en mijn lichaam zit en mijn hart. Mm-hmm. Dat ik die auto medisch gezien nodig heb. Oké, dus 60 euro per week. Ja. Met 60 euro boodschappen red je het volgens mij niet. Nou ja, goed, ik heb 50 euro voor de boodschappen mm-hmm. eigenlijk. En ja, ga zelf eens met 50 euro naar de winkel. Dat wordt hem bijna niet. En hoe komt het dat je in de schuldhulpverlening terecht bent gekomen? Wij hebben, ik met mijn ex-vrouw hebben een koopwoning gehad. Wij zijn uit elkaar gegaan. En toen is alles misgegaan. En toen hebben ze eerst haar te grazen genomen. En nu hebben ze mij. En de totale schuld, weet je waarmee je begon toen je de schuldhulpverlening inging? 180.000. Oef. Dat is echt heel veel geld. En dat is echt alleen maar door het huis. En het huis heeft maar 85 opgebracht. Oh, wat erg. En wat denk je dan als je 180.000 euro schuld hebt? Dan weet je toch niet meer wat je moet denken, of? Je bent hulpeloos. Je weet het echt niet meer. En ja, je kunt proberen eruit te komen, maar je komt er niet meer uit. En zo kom je in die schuldhulpverlening terecht. Met mensen die je begrijpen. Mm-hmm. Er is een heel proces aan vooraf gegaan. En dan grijp je elke mogelijkheid aan die er is. En dat is heel simpel. En was het moeilijk voor jou om die hulp te zoeken? Ja. Het was een verschrikkelijke drempel. Maar ik ben God dankbaar dat ik het wel gedaan heb. Want ik heb een fantastische begeleidster gehad. Mm-hmm. En die heeft ook overal voor gezorgd. En ze hoefde me eigenlijk, ze was eigenlijk uitgewerkt met mij. Maar ik had toch nog vragen en ze heeft me toch geholpen. Hoe zie je de toekomst tegemoet? Heel positief. Ik heb het nu nog even slecht. Mm-hmm. Maar straks heb ik gewoon mijn eigen geld weer. En dan gaat het alleen maar bergopwaarts. En ik krijg mijn huisje keurig ingericht.
Ik heb de meubels die hier staan van mijn zoon en mijn schoondochter gekregen. Want ik had hele oude meubels. Mm-hmm. Dat vonden hun weer niks. Dus ik word eigenlijk aan alle kanten geholpen. En daar ben ik ook zeer dankbaar voor. Kun je me laten zien wat je allemaal van de Dullert Stichting hebt gekregen? Jawel, dat kan ik wel. Nou, laat ik aanwijzen deze vloer, die hier ligt. Nou, het ziet er echt heel erg netjes uit. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Mm-hmm. En tevreden. Nou, dan hebben we hier het halletje naar de buitendeur. Ja. Die is ook helemaal keurig netjes gelegd door die mensen. Dit is ook helemaal nieuw. Is ook gekregen, is helemaal nieuw. Spik en span. Nou, deze vloerbedekking heb ik keurig gekregen. Over de hele trap? Over de hele trap is gelegd allemaal door die mensen. Mm-hmm. Nou, ziet er ook keurig uit. Dat dacht ik wel. Ik ben er ook heel blij mee. Nou, dan heb je hier weer de vloer. Die beneden ook ligt. Ja. Dat vind ik wel zo hygiënisch voor een slaapkamer. Dan heb ik hier mijn beddengoed. Die heb je ook nieuw gekregen? Dat heb ik allemaal nieuw gekregen. Op de kast ligt nog wat reserve. Ja. En je had ook de matrassen? Ik heb nieuwe matrassen gekregen van die mensen. Kijk maar. Het is allemaal hagelnieuw. Lakens. Wauw, je hebt echt veel gekregen. Ik heb heel veel gekregen. En om dat te bedenken, ik vroeg om een bril. Ja. Echt dus bijzonder. Dus ik waardeer die stichting heel erg. En er zijn misschien altijd mensen die zeuren. Maar ja, ik vind het overbodig. Ik waardeer ze heel erg en ik draag ze ook een heel warm hartje. Want ze hebben mij fantastisch geholpen en ik heb het huis keurig netjes uitzien. Dus ik ben er heel blij mee met die hele Dullert Stichting. Je bent student? Ja. Wil je uitleggen wat voor schulden je hebt? Bijvoorbeeld voor het OV en gewoon voor mijn studie. Ja, ik heb een studieschuld. Ja, en die ben ik aan het afbetalen, denk ik.